Hallo met Christel, welkom op mijn kanaal. Bedankt voor jullie likes, jullie reacties en dat jullie lid zijn van mijn kanaal. Ja, alles kan je vinden in mijn beschrijvingsbox. Mocht je nog persoonlijke readingen willen of dat soort dingen, alles staat erin. Ik heb voor de rest geen website of Facebook, dat heb ik allemaal niet. Dus ja, dat is de enige informatie die daar staat. Dit wordt een vrouwelijke tweelingzielreading. Het wordt wel eens tijd weer voor een vrouwelijke tweelingzielreading, dus laten we kijken wat er in de vrouwelijke tweelingziel omgaat. Five of Pentacles. Ja, dat is zo'n kaart van ja, in de steek gelaten, in de kou gelaten. Ze voelt zich hier een beetje in de steek gelaten door de mannelijke tweelingziel. Maar ze heeft zelf een cup van de liefde, dus ze moet in eigen liefde gaan staan. Eerst een union komen met jezelf. Dus ja, die cup eigenlijk zelf vullen voor jezelf, hè? De cup van de liefde. En uit de slachtofferrol gaan. Dus ja, eerst zelfliefde is heel belangrijk. En is de Hierophant. Ja, dat is een kaart van de leraar zijn. Geestelijk leiden, spiritualiteit. Dus ja, je mag je ontwikkelen spiritueel. Je mag je eigen leraar zijn. Zodat je later ook andere mensen kunt onderwijzen. En het is ook wel dat ze wel, het is ook een kaart van verbintenis. Ja, ze wil zich eigenlijk wel verbinden met de mannelijke tweelingziel. Maar ja, soms ja, is die nog niet zo ver. Dus dan moet je eerst je eigen cup vullen. Want het geven en nemen was niet in balans. Die was uit onbalans. En dat, ja, meestal geeft een vrouwelijke tweelingziel veel meer als de mannelijke tweelingziel. Dus ja, dat is uit onbalans. Het wordt niet gewaardeerd. Het wordt vanzelfsprekend beschouwd. En dat is natuurlijk niet goed, hè? Dat moet echt in balans komen tussen de twee. Dat de mannelijke tweeling nu ook gaat beseffen van ja, ze stond altijd wel voor mij klaar. En wat heb ik voor haar gedaan? Dus hoe heb ik haar gewaardeerd? Heb ik haar gewaardeerd of heb ik haar niet gewaardeerd? Kijk, want hier zie je. Toch twee en drie en ja, eigenlijk moet er nog eentje bij, hè? Een muntje bij. Om die weegschaal weer in balans te krijgen. Ja, ondertussen, ja, is het belangrijk om weer aan je zelfliefde te werken. Nine of Cups. Heel belangrijk dat je daar echt ja, onafhankelijk van iemand bent. Echt, dat je echt in je eigen kracht gaat staan. En ook die liefde voelt voor jezelf. Ja, de Empress. Ja, ze wil opnieuw al geboren laten worden. Hè? De Empress is dus eigenlijk zwanger. Ja, het vrouwelijke tweelingziel wil wel een nieuwe start met de mannelijke tweelingziel. Die wil echt wel het een kans geven. Ja, misschien hebben jullie nooit dat gehad natuurlijk. Maar ja, ze wil toch wel het nieuwe geboren laten worden. En ze is dus echt een hele lieve, moederlijke vrouw die echt wil gaan. Hè? Ze heeft een schild aan de kant gezet. Ze wil eigenlijk niet vechten met de mannelijke tweelingziel. Nee, want ze weten dat het allemaal goed is voor de wereld. En dat zij dus, ja, ze volgen haar eigen hart. Ze volgen haar eigen hart en ze wil niet het eigen verdedigen. En misschien heeft ze ook wel daarom voor zichzelf gekozen. Omdat ze niet wou, de eigen wou verdedigen in de situatie steeds. Daar had ze geen zin in. Dus ze kiest meer voor zichzelf, hè? Voor de eigen cup. Ja, ze wil niet in deze donkere energie zitten. Daar wil ze zich van bevrijden. Dus ze wil zich niet steeds laten meetrekken door donkere energieën. En als ze hierin zitten, ja, dat is de bedoeling dat je daar zo snel mogelijk uitgaat. Dat mensen jou beïnvloeden. Laat het niet gebeuren. Blijf in je kracht staan. Ga uit de donkere energie. Kies voor jezelf. Heel belangrijk. Dus laat niet andere mensen jou beïnvloeden. Eight of Wands, ja, ze wil eigenlijk sneller vooruitgang. Maar ja, en communiceren met de mannelijke tweelingziel. Maar ja, moet hij er wel klaar voor zijn, hè? Maar dit is wat ze wil. Maar ja, als je te snel wil, dan gaat het ook niet werken. Dus je moet het eigenlijk loslaten. Loslaten dat hij vanzelf straks met zijn paard en zijn zwaard jou weet te vinden als het tijd is. En dat hij ook met je gaat communiceren. Want ze wil graag communiceren met de mannelijke tweelingziel. Maar ja, soms communiceert de mannelijke tweelingziel helemaal niet. En dat is
Ja, frustrerend voor de vrouwelijke tweelingziel. King of Swords. Ja, ze wil eigenlijk dat hij in zijn kracht komt te staan. Hè? En dan... ja, de koning is hè, in het verhaal. Haar koning, hè. En gaat spreken met dat zwaard. Dus van communicatie. De strijdbel begraven. Dat het strijdbel begraven wordt tussen de twee. Dat hij een hogere kijk hebt op de situatie met deze adelaar. Dat hij het nou ook duidelijk ziet, hè. Dat hoopt ze. Ze hoopt echt dat het wil gaan draaien. Dat karmische dingen uit haar leven gaan. Zodat het nieuwe kan binnenkomen. Daar hoopt ze op. En dat hoopt ze ook voor de mannelijke tweelingziel. Dat hij gaat inzien van dat deze relatie heel bijzonder is. En dat het waard is om karmische dingen achter je te laten voor deze relatie. Ja, weglopen uit de situatie. Misschien is ze wel weggelopen bij de mannelijke tweelingziel. Omdat het niet meer ging. Maar ja, ze hoopt wel dat hij ook misschien gaat weglopen in de situatie waar hij in zit. En dan... toch dat ze elkaar weten te vinden op een gegeven moment. En dat judgment, ja, ze hoopt dat het universum gaat ingrijpen en ja, wakker wordt, momenten geeft aan hem ook. Maar ja, zij heeft dat waarschijnlijk ook gehad. Van ja, jullie horen bij elkaar en kies ook voor elkaar. Want zij is wel, ze gaat wel in de kracht staan, de hoge priesteres. Zij is echt wel iemand die heel veel wijsheid heeft. Goed, laten we kijken wat er nog meer is. Ja, ze voelt zich niet helemaal compleet. En eigenlijk zeggen ze, jij moet je compleet voelen zelf. Maar ja, er is toch wel missen wat bij de hart. Ze mist toch wel iets van, ze wil een voltooiing van deze reis. Ze mist toch wel een puzzelstukje, iets wat haar na in het hart ligt. Want ze heeft heel veel liefde in zich. Ze is een hele lieve vrouw en ze wil eigenlijk de situatie oplossen. En dichterbij naar hem toe komen. In ieder geval, dingen worden getransformeerd. Ze is een stuk wijzer geworden. Ze is de brug over. En alles is getransformeerd. En ze hoopt dat die transformatie ook met hem vlotjes verloopt. Dat hij ook heel veel dingen nu aan het transformeren is. Ze volgt steeds meer intuïtie en ze gaat steeds meer manifesteren voor zichzelf. Het is een soort glazen bol waar zij dus in kijkt en ze denkt, ik manifesteer dit leven samen. Dat wil ze graag. Ze ziet dat misschien al voor zich. Misschien heeft ze wel dromen ervan. Dat ze denkt, ik wil dit doen als zij er is of dat doen. Ik wil dat echt manifesteren voor mezelf. En ze hoopt dat de helende het licht hun kan bereiken. Zodat zij ook straks ook het helende licht over de aarde kan uitstorten. Het liefst natuurlijk met hem samen. Maar ze doet nu al het best om de helende energie naar moeder de aarde te sturen. En ze heeft het in de handen. Ja, misschien ook wel helende energie naar hem toe. Zodat hij het proces goed kan doorlopen. Goed. Ja, spookbeelden. Ja, misschien krijgt ze al in gedachten, omdat ze denkt van, gaat dit echt wel gebeuren? Fantaseer ik dit allemaal niet? Gaan die deuren voor mij open? Gaat die deur voor mij open? En gaat die deur voor hem open? Of verzin ik dit? Is het niet waar? Ja, vooral als je bijvoorbeeld niks hoort van je mannelijke tweelingziel, dan ga je natuurlijk denken van, zal ik dit allemaal verzinnen? Zal het er echt waar zijn? Maar ja, blijf vertrouwen dat je dat niet verzint, dat het echt je intuïties en je dromen ook echt zijn. Het zijn geen spookbeelden, het is werkelijkheid. Vooral als je natuurlijk van alle tekens krijgt van het universum, zijn het geen spookbeelden.
Ja, dromenveld. Ja, laat je dromen uitkomen. Het nieuwe wil geboren worden. Ze zitten allemaal op een ei. En ja, je bent misschien moeder, ligt eentje een beetje plat op het ei. Ja, dit broeden van deze eieren, helemaal die uiterbroeden, is een hele klus, hè. Eenden en ganzen en zwanen, daar hebben we ook moeite mee. Je moet heel lang op het nest blijven. Ja, het is een langdurig proces om deze dromen uit te laten komen. Maar je ziet heel veel vlinders. Je bent aan het transformeren. Je dromen gaan uitkomen, maar je moet erop vertrouwen. Ja, blijf in je kracht staan. Je kunt het. Ook voor moeder aarde weer. Weer de aarde. Je kunt die stappen zetten ook. Kijk, ze zijn een hele grote stap. Je kunt die stappen zetten voor het nieuwe leven wat je wenst. Waar je over droomt. Zodat je straks vrij en blij kan vliegen. Ja, de transformatie, ja, die is volop bezig. Boven de wolken uitstijgen van blijdschap. Goed. In ieder geval, laat de controle los over je mannelijke tweelingziel. Ja, ga zelf leuke dingen doen, nieuwe horizonten verkennen. Dus ja, leef gewoon en laat de controle los op je mannelijke tweelingziel. Dat is echt het beste wat je kan doen. Het heeft geen zin om steeds achter hem na aan te rennen. Hij moet toch zijn eigen proces doorlopen. Ja, in ieder geval, ja, ego. Ego is een reflectie van je innerlijke angsten en onzekerheden. Dus laat je angsten en onzekerheden los. Ga uit het ego. Het ego wil je vast, ja, die wil je bang maken vaak. Je angstig maken van het gaat niet gebeuren. Ik heb spookbeelden. Ik zie het niet meer zitten. Dat soort dingen, hè. Dus laat het ego, luister daar niet naar. Luister naar je hart en je intuïtie en je dromen. Van wat zeggen die? Onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijk betekent ik hou van je en dus niet ik hou van je als. Ja, liefde is natuurlijk ook wel concessies doen tegenover elkaar. Als de een ver weg woont en de ander. Ja, dat je bijvoorbeeld alle twee misschien niet dicht bij elkaar kan zijn. Maar ja, dan kan je dus de middenweg pakken. Om ergens halverwege te gaan wonen. Of ja, je moet toch wel. Iedere relatie moet je toch wel een beetje aanpassen. En dat geldt voor de man en voor de vrouw. Ja, het kan soms niet helemaal zijn zoals jij wilt. Het is eigenlijk onvoorwaardelijke liefde. Maar ja, dus je moet ook wel concessies doen in een relatie. Altijd in met relaties. Dat je toch een beetje geven en nemen, hè. Dus niet zoveel eisen stellen van dit moet je doen, dat moet je doen, dat moet je doen. Nee, vandaar moet hij wonen, hij moet bij mij wonen. En hij zegt, maar ja, ik wil daar niet weg, want ik heb maar daar mijn werk. Ja, dan moet je echt overwegen van misschien halverwege te wonen of iets anders. Ja, dus om het te laten slagen natuurlijk. Onafhankelijkheid. Je bent onafhankelijk wees dat in staat is om beslissingen te nemen. Ja, de vrouwelijke tweelingziel gaat steeds meer onafhankelijk worden. Meer beslissingen nemen. Ja, ze mist toch wel die ene cup, hè. Ze mist toch wel dat laatste puzzelstukje. Nee, dus ja, dat is hij. Hij is gewoon het laatste puzzelstukje. Dan is het puzzel compleet. Het is niet zo dat je niet compleet in jezelf kan zijn. Maar ja, je mist toch misschien een stukje van tot de voltooiing. Ja, vleugels. You never needed those wings to fly. Je hebt de vleugels niet nodig. Kijk, deze vrouw is ontsnapt uit de toren. Misschien wou die toren wel instorten. Maar je ziet, de vleugels hangen daar nog. En ze kan vliegen zonder vleugels. En dus je hebt eigenlijk geen vleugels nodig. Als je maar de intentie zet dat je wil vliegen, kan je zo vliegen. Princess, you can be your own knight. Je kan je eigen ridder zijn, hè. En ik heb al vaker gezegd, als je valt, het is net een slagveld, soms deze reis. Als je valt, sta dan op. Je bent je eigen ridder. Je kan, ja, als je valt, sta zo gauw mogelijk op en vecht weer door.
Je kunt het, je kan door dit proces heen gaan. Ja, klavertje. Ja, laat je schuld los. Klavertje 4. Er zit ook heel veel passie met het vuur, hè. Laat de schuld los van mensen die je misschien achter moet laten. Want dit is jouw weg. Twee vlammen die branden daar. Dit is jouw weg. Dus je mag daar straks het geluk allemaal plukken. Al die klavertjes 4 mag jij gaan plukken. Dus laat die schuld los. Je zal er veel beter uitkomen. Goed, even kijken wat deze kaarten zeggen. Ja, misschien fantaseer je al over een leven met je mannelijke tweelingziel. Dat kan je ook zo manifesteren. En misschien zal hij ook wel fantaseren over met een leven met jou. Hoe dat eruit zal zien. Het is voor beide natuurlijk spannend. Ja, observeren. Ja, het kan zijn dat vrouwelijke tweelingziel wordt geobserveerd. Misschien observeren we ook wel, maar... Laat het geen obsessie worden. In ieder geval, volg niet te veel dingen op Facebook of foto's. Laat het los. En ga mee met de flow. Dus ga niet te veel zitten kijken op Facebook, hè. Want ja, anders brengt het alleen maar chaos en conflict. Dan zie je dat hij bijvoorbeeld heel vrolijk is in zijn karmische relatie. Dan denk je van, ja, verzin ik dit, is niet waar, geloof ik in sprookjes. En dat geeft alleen maar nog meer chaos en conflict in je leven. Dan weet je niet meer wie je bent, een zebra of een giraf. Dus doe dat niet, hè. Ga niet te veel observeren. Ga hem niet helemaal navolgen en zo. Goed, hier staat verloving, je liefdesleven komt op een hoger niveau van commitment. Dus het komt vanzelf wel. Het komt vanzelf wel als je het maar loslaat. Meegaan met de flow van het universum. Goed, geld en loopbaan. Op dit moment speelt geld een rol in je liefdesleven. Ja, misschien is de andere meer met het geld bezig, met zijn baantje. Misschien heb je ook geldproblemen. En dat speelt misschien ook een rol in je liefdesleven. Of wil je van baan veranderen? Kan van alles zijn, deze kaart. Maar ja, het is ook een kwestie van vergeven en leren. Als je het verleden heelt en loslaat, zul je meer liefde kunnen ervaren in het hier en nu. Ja, loslaten is heel belangrijk. Zodat je jouw mannelijke tweelingziel is niet meer de mannelijke tweelingziel die je eerst kon. Hij is natuurlijk ook aan het transformeren. Hij heeft ook zijn lessen. En jij bent veranderd, maar hij ook. Dus het is niet meer dezelfde persoon die jij eerst gewend was, die jou misschien niet zo leuk behandeld hebt. Je zal zien dat hij steeds meer ook meer liefdevoller gaat zijn. Dus vergeef en leer van elkaar. Goed, en deze kaartjes, dat is te veel. Volg je hart. Wanneer je deze wereld verlaat, neem je niets anders mee dan je ziel. Ja. En dat, ja, dat wil ze wel, de hart volgen. Ja, want het universum vraagt natuurlijk van, wat heb je gedaan op de wereld? Heb je hart gevolgd? Ze zeggen, nee, ik heb niet mijn hart gevolgd. Dat is jammer, misschien een volgend leven beter. Bezinning, geef elkaar op dit moment wat meer ruimte. Ja, ga hem niet zoveel observeren. Dat geeft alleen maar chaos, conflict als jij ziet dat hij zo gelukkig is met iemand anders. Eeuwigheid, heb eerbied voor de plek in elkaar waar alles liefde is. Heb eerbied voor de plek in elkaar die eeuwig is. Hier staat, hoewel jullie misschien lichamelijk gescheiden zijn, blijven jullie spiritueel altijd samen. Liefde overstijgt tijd en ruimte. Je wordt niet in de steek gelaten. Nee, dat is de grootste angst
van de vrouwelijke tweelingziel, dat ze in de steek wordt gelaten. Maar jullie zijn al samen in de vijfde dimensie. Spiritueel zijn jullie altijd samen. Goed, ik zal even I love you kaartje pakken. De eigen kaartjes. Kijk wat hier uitkomt. Een 2. Of 3. Liefde maakt de gewoonste handelingen hemels. Voor jou, mijn hart, mijn liefde, love. Ja, dat is de bedoeling, hè? De hart geven aan elkaar, hè? Voor deze liefde. Blijf in mijn armen liggen tot de dag aanbreekt en blijf daarna nog wat langer. Ja, ze wil het liefst hem in de armen houden. Het liefst dat hij blijft natuurlijk, hè? Goed, eventjes een zalletje. Oh, ze gaan erin. Even kijken in het boek. Ik heb nummer 42. Kijk wat het zegt. 42. Je engelen vragen je erop blijven vertrouwen dat je gebeden gehoord zijn en beantwoord worden. Als je behoefte aan hebt, kun je de engelen vragen je vertrouwen te vergroten. Ja, blijven vertrouwen. Ondanks dat het echt heel langzaam gaat allemaal. Dus blijven vertrouwen is heel belangrijk. Ik zal het even laten zien. Nummer 42 is deze. Dus ja, ik trek het niet voor niks, hè. Het is een langdurig proces, dus dat vertrouwen is soms een beetje lastig. Goed, deze kaart even doen. Ja, de verbondenheid die blijft. Ook, hè, of we zijn niet bij elkaar. Je voelt elkaar wel. Speelsheid, ja, blijf leuke speelse dingen doen. Misschien houden jullie een leuke speelse relatie. Oh, die springen echt weg, maar die neem ik niet allemaal. Nou, die wil ook eruit. Vriendelijkheid. Ja, wees vriendelijk tegen elkaar als je elkaar weer ziet, hè. Ga niet gelijk hem aanvallen of zo. Ja, bouw eerst een vriendschap op, hè. Leer elkaar opnieuw kennen. Ja, de vreugde komt weer terug in jullie leven. En de tederheid ook. Maar ja, loop niet te hard van stapel. Goed, ik zal eventjes deze kaart doen. Wat wil de vrouwelijke tweede ziel zeggen tegen hem? (coughs) 100% jij. Ik zoek afleiding om jou te vergeten. Ja, de vrouwelijke tweede ziel kan dat natuurlijk doen om ja, een beetje creatiever zijn. Ja, sommigen doen misschien ook wel een beetje afleiding zoeken met anderen te daten. Ja, soms komt er wel eens een soulmate tussendoor. Dat kan allemaal gebeuren. Moet je niet gek van opkijken dat er opeens een soulmate op je stoel staat. Ik wil jou weer kunnen lachen met jou. Aan jou de keuze natuurlijk wat je doet, hè. Want dit proces kan echt heel lang duren. Ik denk dat het niet gek is aan te kijken dat het echt jaren en jaren duurt. En zet jij je leven stop, dat is niet goed. Dus blijf leuke speelse dingen doen. En blijf niet zo verkrampt aan je mannelijke tweelingziel hangen. Vertrouw op, wij komen bij elkaar.
zeggen de vrouwelijke tweede ziel. Ja, dat voelt ze ook wel van binnen, hè? Ja, als je heel veel tekens en dingen krijgt, dan... dan weet ze het eigenlijk diep van binnen dat jullie bij elkaar komen. In het begin was alles nog zo mooi tussen ons. Ja, sommigen hebben al een relatie gehad, wat daarna uit elkaar gegaan is. De omstandigheden. Ja, ik wil naast jou wakker worden. Maar ja, soms... het kan gebeuren in het begin van de tweelingzielenproces. Dat sommigen hebben al kinderen van de mannelijke tweelingziel. Maar dan wordt het toch op een gegeven moment te heftig voor de mannelijke tweelingziel. En dan gaat hij er weer vandoor. Maar later kan hij zo weer terugkomen. Maar het is niet bij alle gevallen hoor. Het kan ook dat je mannelijke tweelingziel helemaal niet zo goed kent. Alleen maar via werk of zo. Dat kan ook. Of helemaal nooit echt iets intiems gehad hebben met de mannelijke tweelingziel. Voor iedereen is weer verschillend, hè. Elk verhaal is verschillend. Goed, wat wil de mannelijke tweelingziel zeggen tegen haar? Het was niet de juiste tijd voor mij. Nee, toen was het niet de juiste tijd. Toen jullie misschien elkaar ontmoet hadden of een relatie hadden. Waarom kon ik mijn hart niet openstellen voor jou? Nee, toen werkte het niet. Omdat hij nog in zijn ego zat waarschijnlijk. Je bent zo mooi. Hij moest zo groeien. Dat is het punt. Want het was te bedreigend. Hij zegt ook, ja, ik ben tekortgeschoten in vele opzichten. Ja. En dat deed pijn natuurlijk. Ja, dat is heel logisch. Omdat het nog niet de juiste tijd was. Ik werk hard aan mezelf, want ik wil verzoening. Kijk, hij is zo hard aan het werk. Hij wil het ook. Net zoals jij dat wil, vrouwelijke tweelingziel, wil hij dat ook. Goed, nog even wat letters. Even kijken wat dit is. De K. S. Het kan dus naam, voornaam van jouw tweelingziel zijn of van jezelf. De T, de J, dubbel T hebben we hier staan. Nou, kijken wat er nog meer uitkomt. Dus meestal doe ik 3 kaarten, of 6 kaarten bedoel ik. Nou, wil niks meer, denk ik. De S, nog een S. Dubbel S. Een dubbel T. Bodem van dek, een L. Moet hij ook wel laten zien, denk ik. Goed. Dit was het. Ik hoop dat je genoten hebt. In ieder geval bijna een half uur. En tot de volgende keer. Doeg!